ga overal even overheen. En mijn voeten. Het gaat heel slecht met opa. Zo slecht dat hij eigenlijk niet meer wil. Ik zie echt dat opa me niet meer als een kind ziet, maar wel als een kleinkind. We hebben het afscheid van een jongen in de klas. En ik heb dit boek. Eventjes er niet aan denken, want ik heb zoveel verdriet gehad. Dit is de eerste film die wij samen zijn gaan kijken, want we zijn 10 jaar bevriend. Ik ben zo benieuwd of er mensen zijn van jullie die hem gezien hebben. Maar daar doet papa niet aan. Hé, papa? Nee. Wat is dit? Even proeven hoor. Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Mijn weekvlogs beginnen altijd een beetje moi. Dus ik dacht, laat ik vandaag een keer niet op de maandag, maar op de dinsdag beginnen. Maar alsnog moi, met een appje van mijn oma in de groepsapp. Sowieso, elke keer als ik wakker word, allemaal mensen die zeggen, goedemorgen Dick, omdat iedereen bang is dat opa er niet meer is. Dus dat is wel een soort van stress. En toen heb je van mijn oma van, als je nog echt iets met hem tegen hem wil zeggen, moet je dat zo snel mogelijk doen. En toen ik er was, was het al heel kort dat je met hem kon praten. Dus dat betekent dat het nog meer achteruit is gegaan. Dus ik ben niet de leukste juf op het moment. Het is echt moeilijk. Ik doe echt mijn best, maar ik heb het er heel moeilijk mee. Je ziet ook dat ik er gewoon niet uitzie. Vandaag gaan we picknicken. Dat is heel erg leuk, omdat ze 1000 punten hadden gehaald op Class Dojo. Dus we gaan vanmiddag picknicken. En morgen gaan we naar de bibliotheek. En donderdag hebben we Pasen, paasviering, paaslunch en zo. Dus het zijn wel leuke dagen, maar wel moeilijk als je niet... Normaal vind ik dit geweldig, maar nu zit ik gewoon niet zo lekker in mijn vel. Ik heb ook nog eens heel erg weinig gesport en niet naar zonnebank. En ik zie er echt heel erg vies uit, vind ik zelf. Maar ja. En ik had lekker kwark, blauwe bessen, broodje, komkommer, alles klaar liggen in een tas. Ik had hem in mijn hand, maar ik heb hem blijkbaar niet meegenomen. Dus ik heb geen eten mee. Eén voordeel is dat ik nu gym heb. Dus ik ga en wat lekkers halen voor de picknick. En eten voor mezelf. Wel zonde, want die kwark staat nu gewoon buiten de koelkast en zo. En die broodjes worden hard. Dus dat is heel erg balen. Maar wat een mazzel, want anders had ik nu geen eten gehad. Dus het gaat een beetje moe. En ik voel me gewoon echt heel slecht rondom opa. Dus het is gewoon heel erg heftig. Als je niet weet ook hoe lang hij nog heeft en hoe het gaat lopen en blablabla. Maar ik ga mijn best doen. We zijn net met z'n allen naar een plekje in de buurt gelopen. Hier is een heel speeltuin. En we zitten hier nu met, ik kan niet filmen, maar echt wel 10 kleden aan elkaar. En het is echt super gezellig. En ik heb allemaal lekkere dingen. Iedereen heeft zelf lekkere dingen mee. Dus dat is echt super leuk. Oké, dit heb ik dus meegenomen. Maar ik ben dus mijn eigen eten vergeten. Een beetje dom. Iemand heeft snoep meegenomen. We hebben hier lekker brood. Ik ga overal even overheen. En mijn voeten. Mijn blote voeten. Hier hebben we broodtrommels. Allemaal kleden. Allemaal lekker eten. Hier hebben we brood. Brood. Koekjes. Heel gezond. Zien jullie ook al hoe leuke kleedjes allemaal? Hier hebben we nog... Oh, heel lekker. Hier nog super lekker. Volgens mij sta ik in poep. Oh nee. En nu gaan we allemaal lekker gezellig eten. Het gaat heel slecht met opa. Zo slecht dat hij eigenlijk niet meer wil. Euthanasie duurt minstens een week. Voor slaapmiddelen is hard nog te sterk. Dus het is echt heel zielig. Ik krijg foto's doorgestuurd en hij ziet er zo ontzettend slecht uit. Ik ga er naar hem toe, want hij vindt het heel erg fijn dat er mensen bij me zijn. Dus ik moet nog wat dingen doen voor werk. Ik heb mijn laptop al meegenomen met de gedachte dat het misschien nodig zou zijn. En dan ga ik daar gewoon werken. Zo, ik ben uiteindelijk nu tot 8 uur gebleven. Mijn ouders kwamen nog, mijn broertje, zijn vriendin. Maar die bleef allemaal wat korter, want hij zei ik wil slapen. Maar ik was even mijn weekvlog aan het editen. Dus ik zei, mag ik even blijven zitten? En mijn oom was er ook nog steeds. Heel mooi moment ben ik bij geweest. Susanna zit erbij. Ik ben natuurlijk ook heel vaak heel druk, maar nu was ik heel rustig. Dus ik mocht even blijven zitten. Ik dacht, ik ga nu al naar huis, want anders... Ik ben trouwens helemaal kapot. Je ziet het ook, ik zie er echt niet uit. Ik wil mijn haar wassen. Maar anders is Bully in het donker en dan denkt hij dat hij moet slapen. Dus ik wil snel voor het donker thuis zijn. Ik hoop dat ik het red, want het is nu 8 uur geweest. Oh, 10 voor 8, red ik het wel. Ik zie echt dat opa me niet meer als een kind ziet, maar wel als een kleinkind. Hij ziet me echt als een volwassene, als iemand die gewoon de leven op orde heeft. En dat is heel waardevol voor mij, want dat was vroeger wel anders toen ik nog op school zat. Ze geeft me een kus en hij zegt, fantastisch kleinkind, fantastische meid. Je bent zo'n fantastische meid. Echt heel mooi. Tegen mijn broertje zei hij ook, ik hou van je. Dat vond ik ook zo mooi. Ja, ik weet niet, ik kan niet uitleggen. Maar het is heel zielig, want het gaat heel slecht met hem. En hij is echt klaar om te gaan, zeg maar. En dat kan gewoon niet door de wet in Nederland. Dat vind ik echt heel erg. Maar goed, ik ben helemaal op, jongens.
Het is echt een hele heftige periode. Ik ben wel blij dat ik het ergens vastleg. Ik ben bij zoveel mooie momenten dat ik kan niet uitleggen, maar ik ben helemaal op. Maar ook, ik ben ergens zoveel aan het verwerken en niet eens alleen om me open, maar zoveel emoties komen er bij me op en dan denk je ook weer aan andere dingen. En dat ik na deze periode gewoon weer eventjes helemaal, dat het even heel veel met me doet, maar dat het wel goed is ofzo. Hoe gek dat misschien nu al klinkt, maar even vanuit mezelf gedacht. Allemaal dingen verwerken zich en komen eruit. Natuurlijk best wel zwaar jaar tot nu toe. Maar omdat dit zo, wow, zo heftig is met opa, ben ik echt aan het... ga ik er nu echt even doorheen in plaats van oppervlakkig. En dat is wel goed. Misschien snappen sommigen wat ik bedoel. Ik ga nu lekker naar huis. Ik krijg een heerlijke verse tomatensoep hier. Soep. Het is hier echt fantastisch. Ik vind het ook heel mooi dat mijn oom en Susanna nu samen zijn. Dus vader en dochter. En dan weer zijn vader. Ik vind het gewoon heel mooi moment allemaal. Dus oké. Okay. Deze wereld is raar. Opa was tot gisteren nog aanspreekbaar. Nu gaat het ontzettend slecht. Net was er een arts, niet zijn eigen arts, want die is vrij vandaag. En die arts die kwam langs en er mag geen euthanasie. Ik weet niet op welke termijn, maar het mag überhaupt nu niet. Omdat opa niet aanspreekbaar is. Terwijl hij gisteren nog aanspreekbaar was en de dag ervoor. En zei dat hij toch wel euthanasie wil, omdat het echt niet meer gaat. Maar nu is meneer niet aanspreekbaar, dus het kan niet. Terwijl hij ook nog een euthanasieverklaring heeft getekend. Ik snap niks meer van deze wereld. Ik ga nu weer weg. Morgen hebben we een borrel met z'n allen op een boot. En daar wil ik wel bij zijn. Dus ik ga nu weer naar opa. Ik hoef hem niet te spreken. Ik wil er gewoon zijn. Hij wordt misschien in slaap gebracht. Ik weet het allemaal niet. Het is zo vaag. Het is zo heftig. Ik vind het zo zielig. Voor iedereen. Voor opa. Hij wil nu gewoon gaan. En het mag gewoon niet. Voor het eerst in mijn leven dat ik denk. Ik wil de politiek in. Nee, dat weet ik niet hoor. Maar wat? Ik begrijp het echt niet. Nou, ik ga weer rijden naar huis. We hebben het afscheid van een jongen in de klas en ik heb dit boek. Superleuk. Vanuit mezelf. En hij gaat naar Groningen. Dus we hebben hier echt een... Ze moesten bijvoorbeeld spelletjes, iets liefs schrijven, tekeningen, echt helemaal vol. Hey allemaal, het is vandaag zaterdagmiddag. Ik heb eventjes een tijdje niet gefilmd. Want mijn opa is vrijdagmiddag, net toen ik uit mijn werk kwam, om 3:45 gestopt met ademen en is overleden. En ik heb zoveel erover gedeeld. Maar op dat moment voelde ik even niet de behoefte om dat iets te vertellen. Dus het was even heel zwaar. Ergens ook een soort van opluchting voor hem, voor de familie. Want dat was natuurlijk gewoon ontzettend heftig en zielig hoe die er nu bij lag. Dus hij heeft nog geen dag in die palliatieve sedatiefase gezeten, in slaap zeg maar. Dus ik denk ergens ook dat hij dat nodig had om echt te slapen, om dus echt te kunnen gaan. Want hij was gewoon nog zo druk. Maar ik heb opa die dag niet meer gezien. Dus wel de dag ervoor, toen was hij ook echt al heel erg afgetakeld. Dus ik had niet meer de behoefte om hem overleden te zien. Nu moeten we best wel veel gaan regelen. We gaan vanuit donderdag. In mijn hoofd stond echt niet naar leuke dingen doen. Maar vandaag zou ik eigenlijk mijn verjaardag gaan vieren met vriendinnen. Dus ik zei tegen een vriendin van... misschien een beetje van, laten wij dan wel gewoon even afspreken vandaag. Nou, dat is hier opgebroken. Dus ik ga nu naartoe. We gaan even lekker naar Leidseplein. Gisteren voelde ik me bijna schuldig als ik iets leuks zou gaan doen ofzo. Maar dat ga ik nu dus wel doen. Dus nu ga ik gewoon plezier maken. En ja. Eventjes er niet aan denken, want ik heb zoveel verdriet gehad. Nu kan ik wel even... Hey, het is leuk deze kleur hè. Het is een nieuwe jurk van Beekhoop die ik me aan heb. Maxi jurk. We zitten hier met heel mooi uitzicht. En we hebben wel mazzel dat we überhaupt een plekje hebben. We hebben olijven en sparoop met citroen. Dat is echt een tip. Dat is zo lekker. We zitten nu in Vondelpark. Lekker met de maaltjesladen van A2Go. En water. Heerlijk te chillen. Avondzonnetje. Want we vonden eigenlijk op Leidseplein alles een beetje mooi. Alleen maar ongezond eten. Heerlijk genieten. Mijn vriendin zegt dat ik mijn camera erbij moet pakken. Ja, ik ben er al goed in geworden. Waarvoor? Om het volgende ei te proeven. Ja, dit is wel het eerste ei geweest. Hoe kan ik nou... Oh, dit krijg ik weer copycat. Hoe kan ik nou en mezelf filmen en mijn Insta doen? Iemand zei tegen mij, plak de filmpjes er gewoon in, maar daar ben ik echt te lui voor. Zo klein. We gaan door naar het volgende ei. Ja. Mmm. Mm.
Wij zijn dus, we hebben eigenlijk, ik heb nog 200 calorieën of zo. Het is al 9:15, maar we wilden nog wat kijken. En kijk, dit hebben wij, was het 2009 of 2007, ik weet niet meer. Hebben wij deze film in de bios gezien. Dat is de eerste film die wij samen zijn gaan kijken, want we zijn 10 jaar bevriend. En ik zei, als ik bij jou ben, gaan we deze film kijken. Ik ben zo benieuwd of er mensen zijn van jullie die hem gezien hebben. Het is een ziek enge horrorfilm in onze gedachten. Dus we zijn nu heel benieuwd of hij echt zo eng is. Dus die gaan we nu kijken. Dat was super gezellig. Het is nu 1:30. Ik bedoel, 1:30. Ik ben weer thuis. Ik ga nu lekker naar huis lopen. Dat was heel leuk. Ik ben blij dat ik het lekker gedaan heb. Ik hoef niet de hele dag alleen maar verdrietig te zijn. Morgen Pasen. Met oma. Beide oma's. Niet met opa, want die is er niet meer. Met tante. En verder ons gezin. Niet heel veel mensen. Dus nu al meteen een eerste ervaring hoe het is als oma er wel is en opa niet. Maar waarschijnlijk gaan we het over de begrafenis hebben en het verder gewoon gezellig hebben. Dus koffer pas om 12? 1 uur. 12:30. Zoiets te zijn. Echt heel chill. Dus het is nu wel, het is echt tijd dat ik slaap, het is waarschijnlijk 1:30. Maar ik wilde eerst eerder weggaan, maar het was zo gezellig, dus ik ben lekker gebleven. Goedemorgen allemaal. Het is zondag. Ik heb me opgemaakt en hetzelfde aan als gisteren. Ik vond dit wel een geschikte paasjurk, een familiejurk. Deze is van Wehkamp en dan merk Mint & Berry. Dat hebben ze ook bij Zalando. Zoetje hierachter. Ik ga nu naar mijn ouders in Baarn. Vegetarisch? Ik weet niet of jij eigenlijk mee wil. Het is vegetarisch. Ja. Bakjes. Is van altijd. Dit is dus het paasmunt als je bij mijn ouders bent. Meestal hebben mensen bakjes, kant-en-klare bakjes. Maar daar doet papa niet aan. Hé papa? Hmm. Wat? Alles zelf maken. Tuurlijk. Nou, jawel. Dat heeft hij toch zelf gemaakt? Ja. Dit is ei. Ik heb aardappel. Ik heb geen brood genomen. Omelet. Die omelet. Met champignon. Dit is wat ik op mijn bord heb. Paasei van Laplace. Ik dacht, ik ga die ook even proeven. Kun je bij Jumbo komen? Mmm. Als het toch niet een feest vindt. Wat is dit? Ik heb gember. Oh, ik heb kruidkoekvulling. Die van jou vind ik heel lekker, of niet? Hetzelfde als jij. Kruidkoek. Hallo, het is inmiddels bijna 7:30. Ik ga even, dit is jammer, even vertellen wat ik nog ging doen. Ik ga de auto overnemen van mijn opa en oma. Inmiddels niet meer mijn opa, want die leeft niet meer. Ik vind het een beetje vervelend. Want toen opa ziek werd, hebben ze die auto uit Frankrijk gehaald. Want daar gingen ze toch niet meer heen en in Nederland gezet. En omdat opa zo ziek was, hadden ze gevraagd aan mijn broertje of ze het even op oma's naam wilde zetten. Aangezien we wisten dat opa zou gaan overlijden. En toen had ik tegen opa gezegd, want hij vroeg het al eerder een keer. Dat ik toch wel graag zijn auto over zou willen nemen. Want nu zitten Ruben en ik nog heel erg aan elkaar vast wat betreft de auto. Dus het is niet mijn droomauto, maar het is echt een hartstikke goede auto. En ik mag hem voor een fijne prijs overkopen. En ja, nu opa er niet meer is, vind ik het ook wel weer iets moois. Dus toen wilde ik niet met oma helemaal naar de primaire, maar kijken of het online kon. Bla 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 bla. Lukte niet. Toen ben ik naar Soes gereden, want Olivier was daar met Melissa en had een telefoon waarmee het kon. Lukt het alsnog niet. Dus het lag dus niet aan mijn moeders telefoon, want het moet met een Android bla bla zei. In ieder geval, helaas missie niet geslaagd. Maar nu heb ik wel bij mijn favoriete sushi tent in Soes sushi gehaald. En ik dacht, ik doe eventjes een paar in de auto. Super lekker. In plaats van tonijn mocht ik nog een keer ebi en California krab en zalm. Echt de meest basic, maar heel lekker. Ik heb er nog wat bij gehad, misschien net een beetje veel. Maar ik vind het ook heel lekker morgen als ontbijt. Futomaki met California en zo en van alles. En twee nigiris, die heb ik daar nog nooit gegeten. Oh, wat lief. Dit vind ik echt heel cute. Kijk, dan vind ik je echt heel lief als je dat erbij doet. En een super chill bakje. Niet heel veel sojasaus. En ik wil echt niet knoeien. Ik ga er even een paar lekker nu hier op eten. Want daar heb ik echt heel veel zin in. Ik moet ook 1:30 naar huis rijden. Ik heb inmiddels wat trek gekregen. Een rare vlog is dit.
opa overleden. Gisteren heel gezellig. Nu ben ik sushi aan het eten. Heel vreemd. Nu ga ik een California nemen. Op mijn schotel. Zo, op deze manier kan je heel makkelijk in de auto eten. Stoel naar achter. Heel lekker, echt. Het is ook heel lekker trouwens om op verschillende plekken sushi te eten. Want als je vaak bij dezelfde haalt, gaat het een beetje vervelen ofzo. Maak even een thumbnail terwijl ik deze zalm ga eten. Die is altijd heel lekker. Niet knoeien. Ik heb al mijn ogen dicht en nu geniet ik echt. Zo lekker. Ik ga nog een kont pakken. Kijk hoe lekker. Vaak is die garnaal dus echt heel veel duurder overal. Hier mocht ik zelfs gewoon, in plaats van tonijn ook gewoon garnaal. Terwijl tonijn is ook heel duur, maar meestal mag het niet. Deze is te lekker. Ik zag nu ook staan, beste van thuisbezorgd ofzo. Toen het neppe stond, haalde ik het dus. Toen ik bij mijn ouders veel woonde. 2 jaar geleden ongeveer. Toen was ik bezig met afstuderen. En toen kon ik me thuis niet zo goed concentreren. Gewoon slechte concentratie en Ruup was er, maar ik had geen focus. Toen heb ik echt een maand of zo bij mijn ouders een soort van gewoond. Dat heb ik ook wel gevlogd, denk ik. Want ik had toen al een YouTube kanaal. Wennen mukbang, praat en eten tegelijk. Lang niet gedaan. Eet jullie de garnering op? Ik meestal niet. Vroeger wel. Ik denk echt dat het maar 10% of zo het doet. Maar ik ben wel benieuwd. Let me know. Dat vind ik altijd super leuk als mensen daar dus op reageren. Als ik zoiets vraag. Dan is het altijd heel grappig. Gisteren vroeg ik op Instastory of mensen ook willen dat het puntje van het raketje gewoon een groter gedeelte wordt. Dat bijvoorbeeld het onderste stuk rood wordt. En echt 85% zei ja. Nu heb ik deze. Deze waren 5,10 euro geloof ik voor 5 van deze. Ze zijn niet heel groot. Maar ik ze normaal zijn ze echt veel groter. Want ik dacht van wow, dat is best wel goedkoop als ze heel groot zijn. Maar ik ben echt aan het enjoyen. Maar wat zei ik? Oh ja. En toen ik dus bij mijn ouders was, ontdekte ik dus dat hij hier sushi had en allemaal dingen. En toen ging ik echt de hele tijd dingen bestellen. Zo is het weg. Maar ik vind dat dus heel leuk om restaurants te testen. Even proeven hoor. Ik zou zeggen iets minder bijzonder, maar ook wel heel lekker eigenlijk. Heel chill. Ik ben bang dat die nigiri niet lekker is, want ik weet niet of... Meestal denken mensen echt, wat zeg jij, maar... Wow, wat een dikke rijsthomp. Als je het vaak haalt, dan weet je wat ik bedoel. Als de zalm zo loopt, is hij vaak taai. En als de lijntjes zo lopen, is hij vaak lekker. Dus ik ben nu echt benieuwd of het echt zo gaat zijn. Dit is een zieke rijstbal. Ik eet hem even in 2 keer. Altijd. Ik denk dan van, snijden ze hem dan verkeerd? Want ik ben geen sushi chef en ik weet het wel. Want andersom kun je hem wel kauwen. Zo. Ja, prima. Hallo meneer. Grappig, die dacht echt dat ik tegen mezelf aan het praten was. Hilarisch. En iemand eet sushi in de auto, wat al een beetje raar is. En ze praat tegen zichzelf. Of tegen een schoen met een camera erop. De nigiri vind ik wel heel erg jammer. Want die zijn toch altijd wel wat duur. Maar ja. Het lijkt me dus zo leuk ook om als serie bezorgrestaurants te testen. Ik zei gisteren van, maar is dat dan niet stom? Tegen mijn vriendin. Want ik test restaurants die anderen helemaal niet in de buurt hebben. Maar toen dacht ik van, als mensen bijvoorbeeld... Als mensen iets testen en ik kan het zelf niet proberen, vind ik het niet erg. Ik vind het gewoon al heel leuk om die test te zien. Wat ik dus ook heel grappig vind, is dat je dus de slechtste review dingen gaat bezoeken. Slechtste restaurant. Laatst zag ik bij Blond Tigers, had ik op Insta gedeeld. Slechtste
nagelstudio in Amsterdam. Het was echt hilarisch om te kijken. Maar zelfs als een slechte salon in China had ik het ook leuk gevonden, weet je? Hoe neemt u dit? Mm. Ik hou er zo van. En dan ergens is zij geweest. En dan lekker in mijn eentje met de auto gewoon. Bijvoorbeeld ergens heen te rijden. Gewoon alleen. En dan nu zo hier eten te halen. En dan in mijn eentje dat opeten in de auto. Ik ben echt heel sociaal. Maar ik hou er ook echt van om lekker Einzelganger te zijn. Ik vind het echt heerlijk. En dan die stilte omdat het Pasen is. Super lekker, jongens. Ik merk wel echt dat ik veel minder op kan de laatste tijd. Dat het een heel goed teken is. Dat ik echt minder eet. Als ik nu denk dat ik vroeger bij All You Can Eat rondes allemaal opat. Nou, ik ga ook nooit meer naar All You Can Eat. Ik zit nu best wel vol. Dus ik ga de helft gewoon bewaren. Een lekker morgen als ontbijt. Mmm. Ja. Dat vind ik super lekker. Mmm. Die Ebi. Ik heb nog één Ebi, omdat die zo lekker is nu. Zo warm. Echt net uit de frituur. Heel lekker is deze Ebi. Echt genieten, jongens. Mmm. Oké. Okay. Lekker naar huis. Met mijn bolletje. Voor het donker is. Lekker Game of Thrones kijken. Helemaal zin in. Ik wou een kussen, maar dat is heel ontspannend. Oké, jongens. Ik heb lekker mijn haar gewassen. Ik ga weken toch hierbij afsluiten. Als je hem leuk vond, laat zeker eventjes een reactie achter. En een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer bij de volgende weekvlog. Doei!